Vanavond zijn we in Theater de Storm, waar we wel vaker zijn de laatste tijd, maar vanavond ook weer. En het is vrijdag 1 april en we zijn hier voor Music for Life. En dat houdt in dat er allemaal kinderen van basisscholen hier zijn die vanavond kunnen spetteren in het theater. En dat doen ze door bepaalde acts, theateracts, die voeren ze uit. En daar hebben ze een speciaal decor voor gemaakt. En dat is weer gedaan door kinderen van het voortgezet onderwijs. En een orkest begeleidt ze. Dus het is allemaal fantastisch en allemaal live. En ze kunnen hier hun creativiteit vanavond kwijt. En daar zijn wij getuige van. Ja, ik moet muziek doen. En dan moet ik me van hot naar haar vliegen. Dan moet ik trompet spelen. En dan moet ik weer... snel achter mijn trompet om mijn kon om mijn tato te spelen. Dan hoef ik niet steeds van... hot naar haar te vliegen. Want dan hoef ik niet steeds meer van die coulissen. Dan kan ik gewoon weer terug naar mijn trompet lopen. Want ja, dat is een stuk makkelijker. En jij, speel jij een instrument ook? Nee, hij zingt. Jij zingt? Zing je alleen of met meerdere tegelijk? Één keer alleen en ook één keer samen. En jij gaat trompet spelen. Hartstikke goed. En dat durf ik. Want het is heel donker in het publiek. En dan kan je het publiek bijna niet zien. Denk je dat het publiek er niet zit? En je moet heel veel tekst alleen zien. Je ziet het publiek niet. Nee, dat klopt. Nee. Ik heb zo'n lampje voor mijn bladen. Zie ik alleen mijn bladen. Dan gaan we vragen of je ouders een lampje gaan schijnen. Nee, maar hij heeft al van die lampjes gekregen. Ach, geweldig. Ja. Dat komt helemaal goed. Ik wens jullie heel veel succes straks. Ja? Ja. Doe goed je best. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, doei. Ja. Oh ja, en veel succes met je tv-commercial. Leuk hè? Zeg Perry, jij valt op met je groene shirt. Wat doe jij hier vanavond? Nou, ik doe eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Want ik val ook helemaal niet op met mijn groene shirt. Ten opzichte van de kinderen die hier lopen wel. Dat ik wat groter ben. En je groene shirt. En mijn groene shirt. Oké, ja. Nou, ik begeleid de kleine slagwerkers en de iets grotere slagwerkers naar het podium, op het podium en met de instrumenten. En ik heb alle stukjes met ze ingestudeerd. En ik probeer het hier een beetje in goede banen te leiden. En dat is eigenlijk alles wat ik doe. En dat heb je zojuist aan het begin gedaan, toen was het slagwerk. Precies. Ja. En toen heb je zelf niet ook daar nog iets mee gedaan? Ik heb er zelf helemaal niks mee gedaan. Ik heb het vanmiddag nog even gerepeteerd met ze en het ging helemaal prima. Dus ik kon gewoon achter de schermen blijven toekijken hoe het ging. En moet je dat nou straks nog een keer doen? Ja, straks hebben we nog één stuk en dan ben ik klaar voor vanavond. En dat is het einde? Dat is voor mij het einde, ja. En dan komt geloof ik nog de grote finale met iedereen op het podium. Oké, dus het is wel leuk om hier met de kinderen te werken. Ja, hartstikke leuk. Ja, zeker. Okay. Ja, ze hebben het ook echt heel goed gedaan, dus het ging hartstikke goed. Je bent trots op ze? Ik ben hartstikke trots op ze, ja. Hartstikke mooi. Oké. Dankjewel. Oké, ook bedankt. Ik niet. Jij niet? Nee, want ik ben een clown. Wat moet jij doen nou? Grapjes uithalen? Gewoon de hele tijd vallen. Vallen? Want dan hou je stoeltje er gewoon nog uit aan de vouwen. Ah. Nee, zo eentje waar je op kan zitten en dan trekt iemand bij standen onderuit en dan valt hij zo. En dan valt hij. En jij moest kunstjes doen? Op de ballen. Op de ballen. Met je paraplu. Je moet dat met je paraplu, hè? Geweldig. Nou, jij moet dat toch met de paraplu? Ja. Als ik nog één keer iets thuis doe, dan ging ik niet optreden. Maar dat is niet gebeurd, want jullie zijn hier. En weet je dat jullie ook een goed doel hiermee steunen, hè? De opbrengst hiervan, dat gaat naar kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dus jullie doen dit voor andere kindjes. Nou, jullie zien er hartstikke mooi uit, hè? Ja, we hebben ook al ons gesminkt. Maar dat was er niet thuis. Niet thuis, dat was hier. Krijg je nog wat op je hoofd? Nee, dat heb ik niet nodig. Ik wens jullie veel plezier zo. Ja? Gaan jullie straks lekker optreden? Thank you.
hier? Zijn we nu klaar voor? Dus hoe gaan we het over hebben? Hoe heet het ook alweer in het Engels? Ik hoop dat we het erg naar ons zin hebben. Ja, zeker. Met... Have a blast! Van, dat doet de Emma School. Groep 5, 6, 7 en 8. Thank you.
voorstellen aan Amadeus Kruisenbrink.
Je begrijpt het verhaal. Nou, kun je het proberen? Je krijgt een mooie muziek aan de aandacht. Nou, er is een meisje en een moeder en een koning. Nou, de moeder van het meisje, die verzint allemaal verhalen, ik dus, over mijn dochter, hoe goed ze is. Is dit wel echt dan? Ja, dit is echt. Ah. Ja. En ja, dus ik zeg dat ze... dat ze de lekkerste broden bakt en uiteindelijk zeg ik dus ook dat ze goud kan spinnen uit stro. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo, dus ik weer met mijn vader kom in de problemen. Dus ja, nou ja, de koning en het meisje die worden verliefd op elkaar. En ze weten van elkaar niet dat de koning de een is en het meisje de ander. En dan, ja, uiteindelijk wordt het toch nog een mooi einde. Ja, want... ja, ze moet al goud spinnen uit stro, alleen dan
komt ze erachter dat ze dat helemaal niet kan. En dan moet zij eerst een kind geven aan hem. En ja, dat... En hoe kan zij het toch het kind houden van haar? Hoe ze dat kan? Ja, wat is de truc? Dan moet ze de naam van het monster raden. Niemand weet, ja. Ja. En lukt dat? Ja, uiteindelijk wel. Dus eind goed. Al goed. Van iemand dros, dus niet helemaal repersteerd. Tje, maar wel repersteerd. En hebben de mensen wat gemist dat ze 16 maart niet bij de voorstelling van Schaarshoren waren? Ja, zeker wel, want het was een groot succes. Dacht ik. Volgend jaar de wijze kaarten, onthoud dat. Judith, dankjewel. Ja. Dames en heren, Judith. Andere rol had jij omgekend. Ja. Nou, heel leuk. Ja. Je ziet er wel een beetje apart uit op zich. Mm. En zoals je daar staat, zo koninklijk, zo statig, zo, ja, hoe zal ik het zeggen, zo machtig. Je straalt iets uit. Ja. Straal je ook? Ik, ja. Zeker. Ja, zie je. Het is alsof ik... Straal. Ja, ik zie het. Straal. Zonnestralen. Oh, zonnestralen. Straal. Dat is een onderwerp. Ja. Maar, ja. Heb je die broek al gezien? Ja. Gelijk goud. Helemaal. Gelijk goud. De zon. Maar ik loop. Straal. Alsof ik loop. Over de wolken. En daarover zingt de volgende school. Heb je het goed begrepen? Dat klopt helemaal. Doe jij verder uitdoen? Ik weer op tijd omgekeerd. Groep 5 van de kolibri. Die laat van zich horen met Lopen op de wolken. Heel veel plezier. Thank you.
gaan op het podium vragen de dames van de Stichting Kinderwensmobiel. Ja, Barbara en Femke. Jawel. Een applaus voor Barbara. Dank je. De Kinderwensmobiel, dat is waar we vanavond het goede doel hebben. Wat is Stichting Kinderwensmobiel? Nou, Stichting Kinderwensmobiel is er voor ernstig zieke kinderen. Het leven van deze kinderen bestaat vooral uit ziek zijn en ziekenhuisbezoeken helaas. En daarvoor is deze stichting opgericht, zodat wij hun eigenlijk uit dat ritme kunnen halen en gewoon leuke dingen met hen kunnen gaan doen. En wat is iets waardoor ze uit hun ritme haalt? Nou, het gaat bij ons echt om hele simpele wensen. Eigenlijk wensen die voor een gezonde kinderen heel normaal zijn. Ja. Zoals een dagje naar de zee of een dagje naar de dierentuin. Maar het komt ook voor dat wij een aanvraag krijgen voor het bezoeken van opa en oma die helemaal aan de andere kant van het land wonen. Ja. En dan halen wij ze op met behulp van de kinderwensmobiel. Oké, dus een kinderwensmobiel is niet een mobieltje? Nee, de kinderwensmobiel is een kinderambulance. Ja. En dat betekent dat wij kinderen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een rolstoel of kinderen die liggend vervoerd moeten worden, dat wij die mee kunnen nemen in onze kinderwensmobiel. Zo. En dat is dus een kinderambulance. Oké. En nu hebben jullie het over kinderwensen. En hebben jullie dan ook een groot mensenwens? We hebben een hele grote wens. En dat is een nieuwe kinderwensmobiel. Oké. De huidige hebben wij ooit geschonken gekregen. Maar dat was eigenlijk al een afgeschreven ambulance van de ambulancedienst. En daar hebben we de afgelopen jaren heel veel mensen mee vervuld. Maar in de winter is die eigenlijk net te koud en in de zomer net te warm. En hij heeft ook ongeveer zo vaak laten staan helaas. Kunnen wij de kinderwensmobiel een keer bekijken? Daar ben ik wel nieuwsgierig nu naar. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Hier kan je verklappen dat iedereen er vanavond hier kan zien. Hij is er gewoon. Iedereen. Hij is hier. Kijk eens aan. Okay. En waar zal hij staan? Hij staat buiten. Op de parkeerplaats, dus bij het naar buiten gaan na deze prachtige voorstelling, kunnen jullie allemaal de nieuwe kinderwensmobiel zien. Fantastisch, dus zij zou klaar. Mooi. En hoe gaat het straks verder dan? Want jullie hebben dan een nieuwe mooie kinderwensmobiel, die helemaal mooi is aangepast aan de kinderen die je gebruik van gaan maken. Maar hij moet straks ook rijden op benzine, hij moet onderhouden worden, zodat hij jullie niet weer laat staan natuurlijk. Hoe gaat dat? Nou goed, wij zijn een stichting en wij zijn dus afhankelijk van donateurs en sponsors. Die hebben wij heel veel, maar wij kunnen altijd meer sponsors en donateurs gebruiken. Dus voor iedereen die ons een warm hart toedraagt, kunnen jullie in het programmaboekje kun je een donateurskaart vinden. En voor iedereen die dat wil, deze kun je invullen en daarmee kun je ons of eenmalig of structureel een bijdrage geven waar wij hele mooie dingen mee kunnen doen. Oké, nou, Esther, dan ga je. Zullen we die gewoon er eens bij halen? Ik ga het hem gewoon vragen. Ja. Gert!